We moeten voorkomen dat mensen in eerste instantie dak- of thuisloos worden. En daarvoor moeten we onderdak erkennen als basisrecht, wat het ook is. Dat betekent dat er meer sociale huurwoningen moeten worden bijgebouwd in plaats van ze te verkopen. Dat er een huurplicht of dat er een woonplicht moet worden ingesteld voor alle koopwoningen. Dat de huurprijzen van alle huurwoningen worden begrensd. Dat schuldenproblematiek nooit tot huisuitzettingen kan leiden. En dat de kostendelersnorm wordt afgeschaft. Want het probleem is niet zozeer dat er niet genoeg woonruimte is. Het probleem is dat woonruimte en woningen worden gezien als verdienmodel. En daar moeten we vanaf, hè, woningen om in te wonen, niet om geld mee te verdienen.